Om het seizoen af te sluiten heb ik een laatste knaller voor jullie, namelijk ceviche. Voor de mensen die het niet kennen, ceviche is een rauwe visschotel uit Latijns-Amerika. We gaan de ceviche garneren met een leche de tigre, tijgermelk vertaald. Voor de ceviche en de vis zelf hebben we eigenlijk een paar dingen nodig. Allereerst scherpe messen. Ik heb hier een fileermes. Het is een lang, dun mes waarmee je dus heel mooi hele dunne plakken kan snijden. We hebben een sinaasappel. Ik heb 3 limoenen waarvan we de schil en het sap gaan gebruiken. Ik heb een groene jalapeno, wat ook gewoon lekker is, een beetje pit. En een beetje koriander om het te garneren. En natuurlijk een beetje gember, wat een frisse, lekkere smaak geeft. En dan heb ik hier 2 regenboogforellen, waarvan ik jullie zo meteen ga laten zien hoe je die mooi kan fileren en wat je daar nog verder mee zou kunnen doen. We beginnen met de citrusvruchten. Als je die gewoon een beetje rolt van tevoren, dan komt het sap mooi vrij als je hem zo door midden snijdt. En dan krijg je dat sap er ook makkelijker uit. Dan heb ik een mooie rasp, waarmee we de schil er een beetje af gaan halen. En let erop dat je echt alleen het groene gedeelte, echt het buitenste buitenkantje van de vrucht meeneemt. Want alles wat daaronder zit, dat is bitter en niet zo aromatisch. Nou, dat was 1 limoen. Die snijden we mooi door. En dat sap, dat persen we er dan gewoon uit. En dat doen we eigenlijk zo met al het fruit wat we voorhanden hebben hier. Zowel voor de limoen, de sinaasappel doen dat natuurlijk ook eventjes mee. Schilletje, lekker aroma, lekker smaak. Leuke tip voor duurzaamheid. Gooi de stukken limoen en sinaasappel niet weg, maar doe ze gewoon in een kan. Vul die met water en ijs en zet die in de koelkast. En je hebt een lekkere infused citruswater. En dan natuurlijk ook eventjes dat sap erbij. Kijk uit voor de pitjes. Haal die eruit. En langzaam wordt het dan ook duidelijk waarom ze dit misschien ook wel lesje de tieren noemen. In theorie, misschien is het wel zo. Al deze kleurtjes lijken natuurlijk wel een beetje op het printje van een tijger zo. Lekker. Nou ja. We blijven ondertussen gewoon lekker speculeren over de naam. Dan nog een beetje gember. Ongeveer een teentje. Ook gewoon lekker fijn raspen. En dan hebben we nog een jalapeno. Die we heel mooi flinterdun gaan snijden. Om toe te voegen aan de marinade. Ik snij hem 1 keer door. Snij ik hem mooi door de helft. Snij ik hem eerst in lange stroken. Die ik vervolgens nog een keer heel fijn snijd tot kleine blokjes eigenlijk. En dat voegen we dan toe aan de leche, de tigre. Als je geen forel hebt, dan kan dit ook heel goed met zeebaars. Eigenlijk veel klassieker. Of met een dorade, zoals de vorige keer. Maar dit is wat beschikbaar was. Dus ik heb een mooie regenboogforel. Die gaan we nu fileren. Ik ga jullie even laten zien hoe het moet. En ik wil van tevoren even zeggen dat ik er ook geen ster in ben. Ik ken een beetje de kneepjes, maar het is gewoon een kwestie van veel oefenen. En dan wordt het resultaat vanzelf beter. Ik heb een scherp mes. Die haal ik eigenlijk langs het hoofd naar beneden tot ik ongeveer de ruggengraat raak. Als ik bij de ruggengraat ben, dan laat ik het mes eigenlijk langs de ruggengraat bewegen en voel dat een beetje aan. Bij de ene vis is dat makkelijker dan bij de andere vis namelijk. En de regenboogforel heeft is misschien iets minder te zoeken. Je haalt hem eigenlijk gewoon horizontaal langs de buik en blijf gewoon stevig langs die ruggengraat gaan. Laat dat doorlopen tot de staart ongeveer en je houdt een mooie filet over. Herhaal dit ook voor de andere kant. Maar wat je overhoudt is 2 mooie filets die we nu mooi dun gaan snijden. Wat het mooiste en wat makkelijkste is om hem eigenlijk langs de banen van de vis mee te snijden. Dus heel voorzichtig. Dunne, lange plakjes te maken. Dan gebruik je de vis optimaal en alles wat je er niet afkrijgt, dat kan je gebruiken in de visbouillon. We hebben hier nu dat bord ceviche met onze leche de tigre die een beetje is, een beetje is afgekoeld. Dat meng je nog even goed door en dat verspreid je dan eigenlijk een beetje over de vis.
zorg ervoor dat het overal een beetje komt. Het geeft ten eerste echt een prachtige kleur. Maar de smaak is ook gewoon super lekker, super fris. Ja, dan laten we dat eigenlijk 10 minuten een soort van rustig marineren. Zodat al die smaken die we net hebben verzameld in dit kommetje, lekker een beetje in die vis zitten. We zijn 10 minuten verder, dus de sappen zijn mooi ingetrokken. Dat houdt in dat we het overtollige sap weg kunnen halen. En we lekker kunnen marineren. Ik laat het eigenlijk gewoon zo van het bord glijden. Zo. Dan hebben we wat koriander. Ja, het mooie is om hier gewoon alleen het blad van te pakken. En dat gewoon een beetje te verspreiden over de ceviche. En je kan hier een beetje olijfolie overheen doen nog. Je kan er een beetje radijs bij doen, lekker dun gesneden. Je kan het serveren op een mooi slablad. Het kan allemaal om het net wat mooier te maken, maar ik hou het gewoon lekker simpel. Snufje peper, klein beetje zout. En dan is dat hem wel. Ja, ik hoop natuurlijk gewoon zoals altijd dat jullie hier evenveel van gaan smikkelen als ik. Ik ga in ieder geval eventjes smullen en genieten van mijn welverdiende vakantie. Ja. Ja, dat is wel echt heel lekker hoor. Hé jongens, geniet ervan. Fijne vakantie en hou je taai. Doei.